Goedemiddag. Het Syrische regeringsleger heeft een belangrijk deel van Oost-Aleppo ingenomen. Het gaat om de wijk Sakour, die in handen was van de rebellen. Dit zijn beelden van de Syrische staatstelevisie die de inname van de wijk meldt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt de herovering. Het gedeelte van Aleppo dat in handen van rebellen is, is nu in tweeën gedeeld. En daardoor is de uitwisseling van personen en goederen tussen de twee gebieden onmogelijk geworden. De afgelopen dagen won het regeringsleger al meer terrein. Correspondent Sander van Hoorn over de herovering. Als er niks anders gebeurt. Het is namelijk enorm moeilijk om je te verdedigen. Sowieso natuurlijk als je geïsoleerd bent, belegerd bent. Maar nu zijn er twee kleinere gebieden die belegerd worden. Ja, en dan kun je dus heel moeilijk vechten. Het betekent niet dat het meteen al een gelopen race is. Het blijft een ingewikkelde oorlog in een stad. En je zag ook dat het Syrisch leger heel veel bombardementen en heel veel tijd heeft nodig gehad om dit voor elkaar te krijgen. Maar ja, nogmaals, als die rebellen niet meer steun krijgen van buitenaf, dan betekent dat uiteindelijk, denk ik, einde oefening. Hoe gaat het met de vluchtelingen in het gebied? Ik denk dat er op dit moment drie stromen zijn. De eerste stroom vluchtelingen is in het rebellengebied gebleven, maar is naar een van die twee kleine enclaves dus gevlucht. Daar zullen ze op korte of lange termijn ook ingehaald worden door de gevechten en dan dus door moeten vluchten naar wat dus die twee andere stromen zijn. Er is een stroom van 8.000 tot 10.000 mensen naar schatting richting Koerdisch gebied gegaan. De Koerden in Aleppo die werken samen met de regering, maar de inschatting van veel vluchtelingen zal zijn geweest dat ze daar minder te vrezen hebben van die regering, die zijn dus daarheen gegaan. En een andere groep die is naar delen van Aleppo gegaan die in handen zijn van de regering. Onzeker wat er daar met ze gebeurt. De beelden die zijn er van vluchtelingen die met bussen van de regering worden afgevoerd naar een veiliger plek. Het enige voordeel wat je sowieso kunt verzinnen is dat ze daar op hulp kunnen rekenen van bijvoorbeeld het Rode Kruis en VN-organisaties. Veel lagere gevangenisstraffen voor de 10 mannen van een bende uit Nieuwegein. Ze wilden volgens de rechtbank liquidaties plegen, maar of ze dat ook gedaan hebben, kon niet bewezen worden. De hoofdverdachten kregen 8 jaar cel en geen 17 jaar, zoals justitie had geëist. De mannen uit Nieuwegein, Tiel, Utrecht en Wijk bij Duurstede voerden volgens het OM moorden uit op bestelling. Volgens justitie zou 100.000 euro... voor het plegen van een moord. Maar of dat ook is gelukt, is dus niet bewezen. Je kunt aan verschillende dingen denken. Je kunt behalve aan liquideren ook denken aan afpersen, aan de gijzelen, ontvoering. Daarvan zegt de rechtbank, ja, we weten niet precies wat ze van plan waren. En daar zou meer duidelijkheid over moeten zijn. Justitie noemde de groep 26 koper. Bij huiszoekingen in Nieuwegein vond de politie tientallen pistolen en automatische wapens. Het was een van de grootste wapenvondsten van de afgelopen jaren. Het moet afgelopen zijn met appen en sms'en in de auto. Dat zegt minister Schultz van Infrastructuur in het AD. Al rijdend met je telefoon in de hand, bellen of berichten sturen is al verboden. Maar als het toestel in een telefoonhouder zit, mag je hem gewoon gebruiken. En daar moet nu ook een einde aan komen, zegt Schultz. De minister wil nu dat het onmogelijk wordt een smartphone met de hand te bedienen tijdens het rijden. Ze vraagt telecombedrijven een techniek te ontwikkelen die de telefoon tijdens de rit helemaal overneemt. Zo'n 800.000 gezinnen kunnen volgend jaar meer geld verwachten. Voor gezinnen met een laag of middeninkomen gaat het kindgebonden budget omhoog. Minister Asscher schrijft dat aan de Tweede Kamer. Gezinnen met kinderen met een laag inkomen krijgen van de overheid een steuntje in de rug. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat volgend jaar omhoog met maximaal 100 euro. De maatregel kost 130 miljoen euro per jaar en werd met Prinsjesdag al aangekondigd. Volgens minister Asscher is de maatregel bedacht om iedereen te laten merken dat het nu weer wat beter gaat. De Belgische koning Philippe en koningin Mathilde zijn begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Nederland. Het Belgische koningspaar werd door koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen in het paleis op de Dam. Koning Philip en koningin Mathilde zijn goede vrienden van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De diplomatieke en politieke relatie met de Belgen is intensief. België is na Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. Na de begroeting was er een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam.
Na de kranslegging was de ondertekening van een verdrag tussen Nederland en België over het uitwisselen van enkele eilandjes in de Maas in Limburg. Vanavond geeft de koning een staatsbanket ter ere van zijn Belgische gasten. Het bezoek duurt nog tot en met woensdag. Oud-PvdA'er Jacques Monash begint een eigen politieke partij. Vanmiddag presenteerde hij de partij die Nieuwe Wegen heet. 3 weken geleden verliet Monash de PvdA. Binnen die partij had hij zich ook gemeld als kandidaat lijsttrekker. Zijn nieuwe partij noemt hij economisch sociaal. Hij wil zich bijvoorbeeld hard maken voor meer referenda. Monash is erg ambitieus en zegt dat hij minstens 20 zetels denkt te veroveren bij de verkiezingen in maart volgend jaar. De FIOD heeft 12 verdachten aangehouden voor het online verkopen van nepmerkkleding. De afgelopen 2 weken doorzocht de opsporingsdienst van de Belastingdienst verschillende huizen en opslagplaatsen. Bij de invallen zijn 3.500 kledingstukken, schoenen en tassen gevonden. Allemaal namaak en erg lucratief voor handelaren. We hebben iets van 2600 kilo aan goederen gevonden. En geld, er is veel geld gevonden en er zijn ook enkele wapens gevonden. Er is 26.000 euro gevonden. Alle gevonden goederen worden vernietigd. Veel van de spullen werden via Instagram en Facebook verkocht. En dat is ook het gevaarlijke, omdat men zich niet beseft dat dat een strafbaar feit is. En dat als je echt handel drijft, dan kun je daarvan zeggen dat dat beroepsmatig gebeurt. En dan kun je gewoon 4 jaar gevangenisstraf voor krijgen. De verkoop gebeurde soms zelfs door minderjarigen, zegt de FIOD. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, ontslaat ruim 1000 werknemers. Dat is ongeveer een derde van het personeel. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is gedaald. Vorig jaar kwamen er zo'n 58.000 mensen. Dit jaar tot nu toe ongeveer 24.000. En daardoor is er voor meer dan 1000 COA-medewerkers geen werk meer. Vooral mensen met een tijdelijk contract moeten weg. De vakbonden demonstreerden vandaag tegen het verlies van meer dan 1000 banen bij verschillende metaalbedrijven. Actie! Actie! Onder meer de bedrijven IHC, Netstaal en Herema schrappen banen. Het aantal orders dat ze binnenkrijgen loopt terug. Maar volgens de vakbonden zijn de reorganisaties onnodig en oneerlijk. Wij eisen in ieder geval dat de uitzendkrachten en de flexibele krachten weggaan voordat er ook maar gesneden kan worden in het vaste personeelsbestand. Volgens de bonden moet er ook iets gedaan worden aan de oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven die staatssteun zouden ontvangen. Paul Nuttall is de nieuwe leider van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP. Nuttall is oud-voorzitter van UKIP en zit sinds 2009 in het Europees Parlement. Oud-leider Nigel Farage mag de nieuwe leider als eerste feliciteren. Nuttall lijkt nu de definitieve opvolger van Farage, die na een succesvolle campagne voor de Brexit vertrok. Diane James was zijn eerste opvolger, maar ze hield het maar 3 weken vol. In Japan vond een ijsbaan het een leuk idee om dode vissen in het ijs te stoppen. Schaatsen op een oceaan vol vissen was de gedachte. De schaatsbaan met de bevroren dieren ging een paar weken geleden open. Maar er kwam een golf van kritiek op het gebruik van de 5000 dode vissen. En dus worden ze allemaal weer weggehaald. Daarvoor moet de hele ijslaag eerst ontdooien. Het Japanse attractie biedt excuses aan en gaat ook nog een herdenkingsdienst houden voor de dode vissen. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en droog, maar wel koud met 4 of 5 graden. Vanavond blijft het helder en de temperatuur daalt al snel weer. Vannacht wordt het koud. Het gaat 7 graden vriezen. Op zich is dat niet uitzonderlijk, maar het is zacht geweest de afgelopen jaren. Sinds 1998 is het niet zo koud geweest. Dat was het. Het volgende NOS-journaal is om 3 uur. Fijne dag verder.